ja, van jongs af aan was ik wel gemotiveerd door de spanning. En ja, gewoon, het gebeurt allemaal zo rap. Je moet snelle beslissingen maken. Er wordt hoge snelheden gehaald. Er is heel veel sensatie bij. Ja, dat zijn allemaal de dingen waar ik echt van hou. En daar was ik echt direct door gebeten, zeg maar. Het is al mij. Ik kom uit Knesselaren. Ik ben 19 jaar en ik beoefen de sport shorttrack. Sinds een paar jaar, 3 jaar terug ongeveer, ben ik begonnen in een Olympisch project voor de volgende Olympische Winterspelen in 2018. Shorttrack is gewoon veel spannender nog dan lange baan. In lange baan is het man tegen man en in shorttrack kan alles gebeuren. Er wordt wel vaker gezegd dat het een cowboysport is. Ja, soms zit er wat, moet je het geluk wat mee hebben en dat maakt shorttrack altijd heel erg spannend. Je moet gewoon elk moment van de wedstrijd klaar zitten en direct de juiste beslissing kunnen maken. En maak je de foute beslissing, dan kan je daarvoor heel hard afgestraft worden door van eerste keer in laatste positie te geraken. En ja, als je de juiste beslissingen maakt, kan je er soms beter uitkomen. Dat is heel belangrijk. Ik ben meer een aanvallend schaatser, dus ik rij meestal op kop en probeer de boel gewoon aan flarden te rijden of de andere het zo zwaar mogelijk te maken en zien waar ik kom. Als Europeaan de wereld ophalen in een sport die wordt gedomineerd door Aziatische en Canadese schaatsers, het is niet evident. Maar toch lijkt Almay op weg om zijn ambities waar te maken. Op het WK voor junioren in Bulgarije wordt hij op de 1500 meter achtste. En op het Europese kampioenschap over dezelfde afstand, maar bij de senioren dan, wordt hij 11e. In Europa bij de junioren denk ik wel dat ik nummer 1, nummer 2 echt wel bij de beste hoor bij de junioren. Op wereldvlak is dat natuurlijk nog iets anders. Dan kunnen wij nog voorlopig niet op tegen het Aziatische geweld. Ja, ik ben de laatste jaren heel erg gegroeid. Ik kom langzaamaan aansluiten. Maar tussen aansluiten en van de top kunnen winnen is natuurlijk nog altijd iets anders. Die weg naar de top legt Almay natuurlijk niet alleen af. Hij is lid van het B-Gold-project, een initiatief van het BOIC om jonge atleten klaar te stomen voor de volgende Olympiades. In het geval van Almay en zijn collega shorttrackers, de winterspelen van 2018 in Pyeongchang in Zuid-Korea. Wij worden momenteel geadviseerd en getraind door bondscoach Pieter Gijssel, die zelf 3 maal de Olympische Spelen heeft gehaald. Ja, ik denk dat er niemand beter is op de aardbodem die ons kan adviseren op dat vlak en ons bijsturen in alle mogelijke richtingen. Pieter Gijssel is zeker een grote naam in de shorttrackwereld hier in België. Dat was altijd iemand waar ik vroeger heel hard naar op heb gekeken. En ja, om daar nu training van te krijgen, dat is fantastisch gewoon. Jens Almay komt uit het Oost-Vlaamse Knesselaren bij Aalter. Maar voor het shorttracken verhuisde hij naar Hasselt. Daar zijn er de trainingen met de nationale ploeg. En bovendien studeert hij er ook business marketing aan de PXL. Het is een zware combinatie, maar alles voor de sport. Ja, ik leef gewoon elke dag opnieuw voor mijn sport en hetgene wat ik zo graag doe. En elke dag opnieuw sta ik hier gewoon met een big smile op mijn gezicht om terug op het ijs te mogen. En ja, het is gewoon fantastisch om zo mijn dromen na te gaan. Ik zit heel vaak in het buitenland. Ik denk dat het ongeveer rond een 110 tot 130 dagen per jaar is. Het zijn vooral dan trainingsstages in het buitenland. Wedstrijden onder andere, wereldbekers, WK's, EK's. Starklaswedstrijden bij de junioren. Leven voor de droom najagen, die zo stilaan de realiteit wordt. Als ik één droom zou mogen kiezen, dan is het toch gewoon profschaatser worden. En gewoon de komende jaren goede prestaties halen. En
ja, als voor België mogen op de Olympische Spelen komen. En ja, liefst met de beste prijzen naar huis komen natuurlijk. Het is natuurlijk altijd voor de eerste plek dat we rijden, maar ja, dat kan je nooit op voorhand zeggen. Het is en blijft shorttrack, dus er is altijd een beetje geluk mee gemoeid.